Dag reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier gaat het, ja oké. Wat eerlijk zijn, het zonnetje schijnt, dat is altijd mooi. Alleen, ik mis het leven voor corona. Hè? Dat het nog een beetje gezellig was, dat er nog iets aan was, zeg maar. Maar goed, daar hebben we allemaal last van. Dus laten we maar kijken wat er onder het doosje zit. Wat heeft ons Ahmedje opgestuurd? Want dat blijft natuurlijk wel gewoon doorgaan. Oh, Campbell's soep. Leuk! En waarom vind ik Campbell's soep zo leuk? Het heeft een iconisch blikje. Het komt uit Amerika. Ja, we weten natuurlijk allemaal van de zeefdruk van Andy Warhol, de kunstenaar, die het blikje Campbell's soep wereldberoemd heeft gemaakt. Ik denk dat het, die fabriek geen windeieren heeft gelegd. Want iedereen met een kleine lichte kennis weet wat Campbell's soep is. Namelijk die van Andy Warhol. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het alleen nog nooit gegeten. We hebben hier cream of mushroom soep. Champignonsoepje, zeg maar. We hebben hier chicken noedelsoep. Nou, dat is gewoon kip en noedels. En we hebben hier New England clam chowder. Dat is niets minder dan schelpjes. Dus een chowder, een soep van ja, schelpvulling. Kijk, in Nederland noemen we dat dan schelpen. En dan denk je, maar in het Engels heet het dan clam. En in Italië zeggen ze vongole. Dan klinkt het net even wat beter. Campbell's soep, blikkie, hartstikke leuk. Maar wat zit er in het blikkie? Dat moeten we even kijken. Ik ga het even opwarmen in een pannetje. Ben zo terug. Nou, de soepjes zijn warm. Het ruikt hier heel erg interessant. Maar dat komt ook door de combinatie van drie geuren. Hoe mooi het blikje er ook uitziet. Het soepje zelf ziet er iets minder kunstzinnig uit, zeg maar. Dit is de champignonsoep. Ziet eruit als bankplaksel. De kipnoedel, daar hebben ze de noedel aardig erin gegooid. En de clamchowder, het ziet eruit alsof de hond van de buren ziek is geworden. Maar zoals bij alles in het leven gaat het niet om hoe het eruit ziet, maar hoe het smaakt. Ik begin een beetje laf met de chicken noedel Campbell's soep. Waarom is dat laf? Daar kan je niks aan verkloten, laten we eerlijk zijn. Het is wel zo dat die heel erg geel is en heel veel noedels heeft. Het is zelfs zo erg dat je je afvraagt waarom ze er zoveel noedels in gooien. Hebben ze iets te verbergen of zo? Ja, aan de andere kant is het ook Amerikaans en Amerikanen die houden van veel. Ah, ik heb hier een stukje kip gevonden. Gelijk een pluspunt. De kippenbouillon, de pisgele kippensoep, is zo zout als de pest. En dat hoort. De stukjes kip zijn zacht, dus niet bunkerhard, wat je vaak hebt. De noedels, ondanks dat ze waarschijnlijk al 2 jaar in dat blikje zitten, zijn nog steeds lekker, niet te zacht. Ik moet eerlijk zeggen, het is een prima soepje. Het enige commentaar is dat de kippensmaak in die bouillon wel heel erg achter de enorme zoutexplosie aan komt hobbelen. Dus je kan zeuren dat het ietsje meer naar kip had moeten maken. Maar voor een blikje soep, prima soepie. Nu wordt het al lastiger, want de champignonsoep, wat zo mooi de cream of mushrooms heet bij Campbell. Hiermee kan je behang plakken. Dit is al ongelooflijk dikke pastaprut. Doet een beetje vies aan zelf. Punt is, de cream is echt wel heel erg cream hoor. Het is heel dik. Het is een beetje alsof je zalf zit te eten. Dat gezegd hebbende, smaakt die heel erg lekker. Weer. Smaakt echt naar paddenstoelen. En die zitten er ook veel in, veel stukjes. Waar zelfs nog een bite op zit. Hoe krijg je het voor elkaar? En ik vind het gewoon een hele goede champignonsoep. Ja, dat is heel erg maar waar. Als ik een champignonsoep bestel in een pak een beet restaurant, moet je hier naar smaken. Het enige commentaar is dat ik hem veel te dik vind. Het is echt wel alsof je warme vla zit te eten. En mag voor mij even een stukje minder. De meest spannende is natuurlijk de New England clam chowder. Anders gezegd, ja, de vulling van schelpen in een bakkie. Het ziet er niet appetijtelijk uit. Liever gezegd, als je al niet misselijk bent, dan word je het wel naar het kijken van deze soep. Ik vraag me af wat die hele enorme dikke witte brokken zijn. Dat zullen wel aardappels zijn. Daar kan ik het antwoord gelijk op geven. Dat is aardappel. De rest zijn natuurlijk vullingen van schelpen. Daar heb ik niks tegen. Ik hou van eigenlijk alles wat uit de zee komt. Dus ik heb daar geen moeite mee. Er zit inderdaad veel aardappel in. Veel clams. Kijk, het is wel zo dat je in dat hele blikje zit denk ik één enorme grote aardappel. Dus je eet veel aardappel. Is minder zout dan je zou verwachten voor iets wat uit de zee komt. Hè? Als je de zout in gooit, denken mensen al gauw, hé, ik proef de zee. Het is eigenlijk helemaal niet zo zout. Je proeft die schelpen. Niet penetrant. Eigenlijk is de smaak wel redelijk gebalanceerd van de clam chowder. Heb je dan geen commentaar aan? Jazeker wel. Ik vind hem een beetje smakeloos. Er zit zelfs te weinig zout in. En het zit helemaal vol met aardappel. En als ik dan clam chowder wil, dan wil ik het zoals op het plaatje. Hè? Zie je dus gewoon chowder met clams. In het bakje zie je aardappelen. Ja, dat is een groot verschil. Andere commentaar wat ik op heb is dat het net zoals bij de champignonsoep echt wel heel erg gelei-achtig is geworden. Het is meer kauwen dan drinken. En ik vind dat je een soep, ook al is hij gebonden, nog steeds wel een vorm van moet kunnen drinken. En dit is gewoon eigenlijk bijna vast. Dat komt gewoon omdat ze zo ongelooflijk veel aardappelzetmeel erin hebben gepleurd. Dat zie je ook bij die champignons. Ja, dan wordt het behangplaksel. Ja, en dan waarschijnlijk blijft het dan door ook heel lang goed. Maar het is wel even te dik hoor. Godsamme kraken. Hé, te dik. Dat ben ik zelf ook. Tijd voor de cijfertjes. Laten we even eerlijk zijn. Campbell heeft als merk een streepje voor, wegens het iconische blikje. De soepen waren minder goor dan ik had verwacht uit blik. Ik heb al eens erwtensoepen zitten reviewen uit Nederland. Dat was gewoon echt niet te bunkeren. En deze soepen zijn eigenlijk allemaal gewoon te doen. Ik ga van laag naar hoog. De clam chowder, het probleem is niet de smaak van clams. Daar hou ik van. Liever gezegd, ik heb vorige week nog schelpen gegeten. Pasta e vongole. Maar de soep is te dik, niet zout genoeg en er zitten wel heel veel aardappelen in hoor. Alsjeblieft. Er zit godverdikke een mut piepers in en her en der een klem. Dat gaan we niet doen, dus dat is oneerlijk. Toch wil ik zeggen dat voor een blikje soep, en dan zeker moeilijk soep, want ik bedoel, clamchowder is niet, laten we zeggen, een groentesoepie, komt hij er nog steeds wel aardig uit hoor. Dus de clam chowder krijgt van mij een 5. En dat heeft niets met de smaak te maken, maar eigenlijk meer met de substantie en de belachelijke hoeveelheid piepers. Daar koop ik het niet voor. Op nummer 2 staat de mushroom cream, of liever gezegd de cream of mushroom. Paddenstoelensoep, champignonsoep. Niets mis mee. Smaak helemaal goed. Over de smaak valt hier echt niet te zeuren. Het enige wat je kan zeggen is, moet het nou zo papperig? Dat is een smaakkwestie. Voor mij hoeft het niet, maar ik vind het een smaakvolle champignonsoep. En dat dus uit een blikje uit Amerika. Ik bedoel, dat zit er al heel lang in. De champignonsoep, die krijgt voor mij een 7. Omdat het gewoon een goed soepje is, in een blikje. De winnaar is de chicken noedelsoep. Dat heeft met heel veel te maken. Ten eerste, en dat is een beetje het nadeel, zit echt veel te veel noedels in. Aan de andere kant staat hier niet chicken met een beetje noedelsoep. Hè? Dus dat maakt niet zo uit. Wat er aan de hand is dat de kippenbouillon is op smaak. Is gewoon een lekkere zoute kippenbouillonnetje. Heerlijk. Dan heb je ook nog stukjes kip die erin zit. Die nog smaakvol zijn en nog mals. Kom er maar voor in Nederland. Dus dat is droog. Deze soep zou ik met liefde eten na een koude strandwandeling. Dat je thuis komt en dat je denkt, godverdikke, lekker warm soepie. Dan kun je zo'n blikje Campbell's soep in de pannetje of microwave. En dan denk je, oh, deze die krijgt van mij gewoon een 8. Nu hoor ik je denken, oh wat leuk Jan, maar die verkopen ze niet bij ons in de supermarkt. Dat klopt, maar wel op internet. Kijk maar even hieronder, dan kan je ze bestellen. Lekker!